Vandaag was een heel bijzondere dag. Jonas, een vriend van papa, ging trouwen. En Caillou en Rosie mochten ook bij de bruiloft zijn. Kijk eens aan. Je ziet er erg knap uit. Wordt die bruiloft hetzelfde als toen mama en jij gingen trouwen? De meeste dingen gaan hetzelfde. Maar onze bruiloft was niet op een ranch. En Rosie en jij konden ons toen niet helpen, want jullie waren nog niet geboren. Oh, fijn. Je bent al klaar. Zullen we even oefenen wat Rosie en jij moeten doen bij de bruiloft? Caillou had een hele belangrijke taak vandaag. Hij moest de trouwringen naar het bruidspaar brengen. Hups! We oefenen wel even met één ring. Nou, lieverd, jij brengt het kussen met de ringen naar voren toe, oké? Alsjeblieft, liefje. We doen net alsof er rozenblaadjes in zitten. Jij loopt dan door het midden en strooit met de rozenblaadjes. Goed zo. Caillou, als papa om de ringen vraagt, mag je ze aan hem geven. En je weet dat ze getrouwd zijn als het bruidspaar gaat kussen. Kijk zo. Oké, ik denk dat we er klaar voor zijn. Gaan jullie mee? Het wordt vandaag een lange dag, maar ik wil wel graag dat jullie twee netjes schoon blijven. Ik ben zo benieuwd naar Lucky, dat paard van Jonas. Ik hoop dat hij nog weet wie ik ben van de vorige keer. Caillou nam nog snel wat wortels mee voor Lucky. Al gauw kwamen ze aan bij de ranch van Jonas. Opa en oma waren er ook al. Niks aan de hand, mama. Ik ben niet vies. Welkom. Ik wil jullie voorstellen aan Kirsten, mijn mooie bruid. Zijn jullie helemaal klaar voor de bruiloft? Mag ik nog even naar Lucky? We gaan nog eerst eventjes oefenen. Die kant op. Ja! Caillou, als je wil dat iemand aan de kant gaat, zeg je netjes pardon. Netjes pardon. Maar natuurlijk, kleine cowboy. Ze gingen nog één keer oefenen. Oma speelde voor Kristen, omdat die zich op dat moment aan het aankleden was. Nee, nog niet, lieverd. Nu doen we nog eventjes alsof. Neem jij, Kristen, Jonas tot je wettige echtgenoot? Ja, ik wil. Met deze ring beloof ik je trouw. Dat ging perfect. Je bent een geweldige ringendrager, Caillou. En jij bent een fantastisch bloemenmeisje, Rosie. Mag ik nu naar Lucky toe? Tuurlijk. Oh, trouwens, je kunt me wel een handje helpen. Caillou voelde zich al heel groot. Hij mocht Jonas helpen om Lucky in te spannen voor de bruidskoets. Loopt hij recht naar achteren? Ja, kom maar, Lucky, kom maar. Caillou vond dat de koets leek op de wagen van een cowboy van vroeger. Jeeha! Hotsik, Lucky, hotsik! Even de dorst lessen. Al klaar, Lucky? Kom, dan gaan we weer. Oh. Als we in de stad zijn, dan krijg je zoveel wortels als je maar wilt. Jeeha! Hotsik, Lucky! Hotsik! Hou, die cowboy! Deze zijn voor jou, Lucky. Ik heb een wortel meegenomen voor Lucky. Mag ik die aan hem geven? Tuurlijk. Leg hem maar op je hand en hou je hand plat. Kijk zo. Voorzichtig, je mag niet vies worden. Oh, kijk nou toch. Even opknappen hoor. Ik probeerde echt schoon te blijven, maar het hooi bleef plakken. Oh.
Caillou herkende Kristen bijna niet meer. Ze zag er heel anders uit in haar bruidsjurk. Niet laten vallen, Roos. Netjes, pardon. Daar ligt er eentje. Netjes, pardon. Daar ligt hij. Ik heb ze. Stop ze maar in je zakken. Dan kunnen ze niet meer vallen. En neem jij, Jonas, Kirsten tot je wettige echtgenote? Ja, dat doe ik. Met deze ring beloof ik je trouw. Caillou kon de andere ring niet meer vinden in zijn jaszak. Met deze ring beloof ik je trouw. Ik verklaar jullie in de echt aan elkaar verbonden. U mag de bruid kussen. Goed gedaan, Caillou. En jij ook hoor, Rosie. Maar ik liet de ringen vallen en mijn knieën werden helemaal vuil. Maar je hebt de ringen weer gevonden. En je was heel erg beleefd. Dat klopt. Het ging misschien een beetje mis, maar ik vind dat alles perfect is afgelopen. Hier, Rosie. Caillou was heel blij dat alles goed was afgelopen. En hij was heel erg opgelucht dat hij de trouwringen niet was kwijtgeraakt. Geen zijwieltjes meer. Wat ben je aan het doen, papa? Ik ga de ramen aan de voorkant wassen. Mag ik helpen? Natuurlijk. Caillou is gevallen. Die emmer is een beetje te groot voor jou om te tillen, Caillou. Hier, til jij deze maar. Dan til ik de emmer. Dat is goed. Zo, we zijn klaar. Dat hebben we goed gedaan. Vind je ook niet? Zeker weten. Bedankt voor je hulp, Caillou. Wordt die fiets steeds kleiner of wordt mijn kleine meid steeds groter? Hè? Ja! Rosie, nu grote meid. Moet je mij zien, papa? Jij wordt ook al heel groot. Hoi, Caillou. Heb je zin om te gaan fietsen? Mag ik mee? Tuurlijk. Mag ik ook met jullie mee, Sarah? Goed dan. Ik ben er klaar voor. Dat is een driewieler, papa. Je hebt toch gewoon je eigen fiets? Caillou vond het jammer dat hij minder snel kon fietsen door zijn zijwieltjes. Papa, mag ik proberen te fietsen met zonder extra wieltjes, net als Sarah? Weet je zeker dat we je zijwieltjes er al af kunnen halen? Mag ik het proberen, papa? Alsjeblieft. Ik heb heel lang rondgefietst met mijn zijwieltjes, Caillou. Ik heb ze er echt nog maar net afgehaald. Ik ben al een grote jongen, zie je? Ik heb geen zijwieltjes nodig. Goed dan. We gaan het proberen, maar je moet heel goed oefenen en geduldig zijn, hoor. Op twee wielen fietsen is niet makkelijk. Kunnen we naar huis gaan en ze er meteen afhalen? Doen we.
Caillou fantaseerde dat hij kon fietsen zonder zijwieltjes en dan wedstrijdjes deed met de volwassenen. Zeg, Caillou, waar ga je heen? Je ging zo snel dat je de bocht hebt gemist. We moeten daarheen. Kom op, Caillou. Goed zo, Caillou. Je kunt het wel. Ja! Wauw. Papa, niet loslaten. Phew. Misschien moeten we eventjes uitrusten en strakjes verder gaan. Ik ben nog niet moe, papa. Mama, moet je zien. Caillou. Caillou snapte niet waarom het niet lukte om te fietsen zonder zijn zijwieltjes. Volgens mij is mijn fiets gewoon een beetje moe. Kom mee, Rosie. Dan gaan we wat droge kleertjes aantrekken. Caillou, wil jij Rosie helpen met haar schoenen? Dan neem ik de telefoon even op. Kom maar, Rosie. Nee, ik het doen, Caillou. Dat is de verkeerde voet, Rosie. Ik het doen. Je hebt je schoenen verkeerd om aangedaan. Ik zal je helpen. Nee, ik het doen. Ik een grote meid. Rosie is gevallen. Volgens mij klopt er hier iets niet, schatje. Laat eens kijken. Fietsen zonder zijwieltjes is best moeilijk, toch? Waarom lukt het me niet? Misschien ben je er gewoon nog niet klaar voor. Net als Rosie met haar schoenen? Ja, er komt een dag dat zij zelf haar schoenen goed kan aantrekken. Net als dat jij straks lekker op je fiets door de hele buurt kan scheuren. Misschien moet ik de zijwieltjes er toch op laten, al is het maar voor even. Ik denk dat dat een goed idee is. Want weet je wat het is? Als het zover is, dan merk je het vanzelf. Hoi, Caillou. Heb je zin om te gaan fietsen? Maar jij gaat veel te snel voor mij. Dat geeft niets. Deze keer ga ik niet op mijn fiets. Ik heb nog maar net leren skileren, dus ga je niet te snel? Maak je maar geen zorgen, dat doe ik niet. Wat is er zo grappig? Je hebt zijwieltjes nodig, papa. Je fietst veel te snel. Oh. Volgens mij heb je gelijk, Caillou. Oh. Het Halloween-kostuum van Caillou. Halloween kwam eraan, maar Caillou wist nog niet hoe hij zich zou gaan verkleden. Door het laken kreeg Caillou een idee voor een kostuum. Het leek hem leuk om een spook te zijn. Boe! Kijk, Rosie, ik ben het maar. Kijk dan, het is een kostuum voor Halloween. Dat is niet bedoeld om je te laten schrikken, maar om je te laten lachen. Met Halloween verkleed je je en ga je naar buiten en dan geef je de mensen je snoepjes. Rosie ook verkleden.
Ik denk dat het spokenkostuum een beetje te groot voor jou is, Rosie. Waarom zoeken we niet iets anders voor jou? Wat dacht je hiervan? Ja! Je ziet eruit als een prinsesje. Rosie, prinsesje! Papa, zou je me willen helpen een kostuum te vinden? Tuurlijk! Laten we eens kijken wat we hebben. Wil je misschien deze even proberen? Aha. Hij is veel te groot. Dat is geen probleem. Nou lijkt het net of je volwassen bent. Ik ben een papa. Ik heb nog iets wat het helemaal afmaakt. Caillou vond het leuk om zich te verkleden als papa. Caillou. En hiermee wordt Rosie een clowntje. Rosie clowntje, Rosie prinsesje. Caillou wist nog niet zeker of hij een papa wilde zijn met Halloween. Oh. Het was namelijk heel erg moeilijk om te lopen. Ik denk dat ik een ander kostuum moet hebben. We hebben nog een paar dagen om iets anders te verzinnen. Maar nu is het tijd om naar bed te gaan. De dagen gingen voorbij, maar Caillou kon maar niet kiezen wat voor een kostuum hij wilde. Eindelijk was het Halloween. Caillou hielp mama met het tekenen van een gezicht op de pompoenlampion. Hij deed snoepjes voor zijn vriendjes in kleine zakjes. Oh, wat is er, schatje? Ik weet nog steeds niet wat ik zal zijn met Halloween. Papa en Rosie zijn in de kelder. Waarom ga je niet naar ze toe? Misschien vind je daar wel iets. Hier moet toch iets in zitten wat je als kostuum aan kan? Caillou kwam allemaal gekke dingen tegen. Toen voelde hij iets zachts en pluizigs. Poesje! Goed idee, Rosie. Rosie prinsesje, Rosie clownje, Rosie poesje. Ja, maar dat kan niet allemaal tegelijk, Rosie. Rosie prinsesje, Klauwtje en Poesje. Oh. Nu begon Caillou zich echt zorgen te maken over welk kostuum hij aan moest. Kom, Hop, we hebben nog tijd. We verzinnen wel wat anders. Weet je wat? Volgens mij ligt hier alles om een geweldig monsterkostuum te maken. Ja, een monster, papa! Dat vond Caillou wel goed klinken. Wow. Wow. Nou, zelfs monsters kunnen buikpijn krijgen als ze te veel snoep eten. Bewaar die snoepjes maar voor vanavond. Een monster! Wat een goed idee, zeg. Ik zal na het eten een kostuum voor je maken van die blauwe, pluizige stof. Dankjewel, mama. Kijk eens aan. Een mini-monster-outfit. Speciaal gemaakt door mama. Wauw! Caillou kon niet wachten om zijn pluizige kostuum aan zijn vriendjes te laten zien. Shh, als je nou eens
Rosie. Een cowboy en daar staat een bijtje. Je snoep of je leven. Yeeha! Wat ben jij, Rosie? Prinsessenclownpoesje. Waar is Caillou? Ik wil zijn kostuum wel eens zien. Klaar, monster Caillou? Klaar. Ik ben het maar. Wauw, mooi monsterkostuum, Caillou. Dankjewel. Wil je wat monstersnoep? Ja, graag. Lekker. Ik ga lekker veel snoep ophalen. Yeeha! Ja, ik ook. Ik ook. Maar ik ga het bewaren voor morgen, want ik wil geen monsterbuikpijn. Het muziekkorps van Caillou. Tikkie, jij bent hem, Emma. Je kunt me toch niet pakken. Caillou vroeg zich af waar dat vreemde geluid vandaan kwam. Tikkie, jij bent hem. Wat is dat? Geen idee. Het geluid werd alsmaar luider en luider. Caillou wilde graag weten wat het was. Oh. Een echt muziekkorps. Wat een leuke verrassing, zeg. Volgende week doen ze mee aan de optocht. Ze zijn vast aan het oefenen. Weet iemand welke instrumenten ze bespelen? Dat is een trommel. Klopt. Dat is een trompet. En wat is dat? Dat is een tuba. En dat is een saxofoon. Caillou keek en luisterde vol bewondering naar het muziekkorps. Hij wilde ook graag marcheren. Muziekkorps niet te gek, Emma? Ze zijn veel te luid. Marcheren is niet luid. Wil je mee marcheren? Misschien kunnen jullie samen naar binnen marcheren, Caillou. Oké, volg mij maar. Tel maar even tot 4, Caillou, maar niet te snel. Luister maar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké. De rest van jullie moet goed naar Caillou luisteren terwijl hij telt. En dan meelopen op zijn ritme. 1, 2, 3, 4. Marcheer is leuk. Goed gedaan hoor, jongens. Dat is het goede ritme, Caillou. Gaan jullie nog stoppen met marcheren? Nee! Ik wou dat we een echt muziekkorps waren. Ik ook. Wie wil er nog meer in een echt korps zitten? Ja, oh, ja, ik! Dan beginnen jullie toch je eigen korps? Ja! Ja! Oh! Maar we hebben helemaal geen trommels of trompetten of een saxofoon. Trommels, trompetten of een saxofoon. Als je je fantasie gebruikt, zijn er genoeg dingen in het lokaal waarmee je muziek kunt maken. Caillou en zijn vriendjes zochten naar dingen die ze als instrumenten konden gebruiken. Dingen die een mooi en luid geluid gaven. Ha ha ha!
rommel. Wil jij geen instrument hebben, Emma? Caillou herinnerde zich dat Emma niet van harde geluiden hield. Misschien wilde ze liever iets stillers doen. Ik vind je ster mooi. Hij lijkt op de sterren die op de hoeden van het muziekkorps zitten. Echt waar? Mm-hmm. Dan kan ik voor iedereen hoeden maken. Ja, dan ben jij de hulp van het muziekkorps. Ik maak wel even een riem voor je trommel, Caillou. Bedankt, juf Martin. Nu voelde Caillou zich een echte trommelaar van een muziekkorps. En vindt iedereen zijn hoed mooi? Mm-hmm. Ja, bedankt, Emma. Emma wil nog één ding doen voordat jullie gaan spelen. Oké, Caillou. Ga je gang maar. Wacht, stop! Caillou vond het geluid dat het muziekkorps maakte niet zo mooi. Misschien zouden ze beter klinken als ze iets langzamer gingen. Ik ga het doen zoals we het eerst deden. 1, 2, 3, 4... Buiten hebben jullie meer ruimte om te marcheren. Hey jongens, ga maar door hoor. Jullie muziekkorps klinkt echt geweldig, Caillou. 1, 2, 3, 4. Sneeuwvlokken. Ik hoop het. Caillou kon niet wachten tot het voor het eerst ging sneeuwen deze winter. Elke ochtend hoopte hij dat het al zover was. Weer geen sneeuw. Hij wist dat hij gewoon nog wat geduld moest hebben. Maar dat was moeilijk. Hij wilde in de sneeuw spelen. Nog steeds geen sneeuw. De hele ochtend keek Caillou of het misschien toch nog ging sneeuwen vandaag. Nog steeds geen sneeuw. Maak je niet druk, Caillou. Ze voorspellen dat het vandaag gaat sneeuwen. Je moet gewoon wat geduld hebben. Soms is ergens op wachten het moeilijkste dat er is. Gilbert, je kunt het wel. Spring, Gilbert! Caillou probeerde Gilbert een nieuw trucje te leren, maar Gilbert had geen interesse. Kom op, Gilbert, je kunt het! Ga liggen, Gilbert, ga liggen! Blijf! Gilbert! Wat is er, Caillou? Het sneeuwt! Oh,
Wat zijn sneeuwvlokjes toch mooi? Mama, mag ik buiten spelen? Natuurlijk mag dat. Ja! Caillou kon niet wachten om naar buiten te gaan. Oh, je hebt je schoenen verkeerd om aan. Zo loop je toch niet lekker? Ik loop wel als een eend. Kwak, kwak. Ik ga zo een sneeuwpop maken. Om een sneeuwpop te maken heb je wel wat meer sneeuw nodig. Caillou wist dat mama gelijk had. Er was niet genoeg sneeuw voor een sneeuwpop. Maar hij kon wel een sneeuwengeltje maken. Caillou zat te denken aan wat voor een sneeuwpop hij wilde maken als er wel genoeg sneeuw zou liggen. Caillou wilde de allergrootste sneeuwpop ooit maken. Wauw! Wow. Wow. Moet je zien hoe groot hij is? Snel! Wat is er zo grappig? Huh? Oh, hoi Sarah. Ik ga de grootste sneeuwpop maken van de hele wereld. Maar ik moet eerst wachten tot er genoeg sneeuw ligt. Kijk, ik kan sneeuwvlokjes vangen. Ik kan vast veel meer sneeuwvlokken vangen dan jij. Wist je dat elk sneeuwvlokje anders is? Ze zien er wel hetzelfde uit. Ze zijn te klein om het echt goed te kunnen zien. Wacht even, ik ben zo weer terug. Caillou wist precies wat hij nodig had om naar kleine dingen te kunnen kijken. Een vergrootglas. Dat is een goed idee. Ze vallen veel te snel. Caillou, snel! Caillou vroeg zich af hoe ze ooit naar een sneeuwvlokje konden kijken als ze zo snel smolten. Kijk, daar blijven ze plakken. Ze zijn echt verschillend. Het klopt. Ik zei het toch? Hey, zullen we onze eigen sneeuwvlokjes maken? Hoe dan? Kom mee, dan laat ik het zien. Sarah had op school geleerd hoe je papieren sneeuwvlokjes kon maken. Dus liet zij aan Caillou zien hoe je dat moest doen. Eerst pak je een wit plaatje en dat vouw je tot een klein vierkantje. Ik wil ook spelen! Dan pak je dus een schaar. Rosie, ook een schaar. Nee, Rosie, jij bent nog te klein. Waarom teken je niet wat sneeuwvlokjes voor ons? Rosie sneeuwvlok tekenen? Want scharen zijn voor grote kinderen, zoals Sarah en ik. Wat moet ik nu doen? Eerst knip je voorzichtig alle hoekjes af. En dan kan je nog allerlei verschillende vormpjes knippen. Dan vouw je het blaadje open. En tada! 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 Heel mooi, Rosie. Caillou was trots op zijn sneeuwvlokje. En er viel hem iets heel speciaals op. Kijk, ze zijn verschillend, net als echte sneeuwvlokken. Gilbert, kijk, hebben we zelf gemaakt. Moet je zien, Sarah. Gilbert, spring! Ja, Gilbert!
Blijkbaar was het Caillou dus toch gelukt om Gilbert een trucje te leren. Ik wil al veel groter zijn. Ik wil al veel groter zijn. Ik wil al veel groter zijn. Ik wil de dingen doen die grote mensen doen. Want ben ik groot, dan rij ik met mijn auto zo ver. Want ben ik groot, dan word ik een stoere voetbalster. Dan ga ik naar de kermis toe en mag ik overal in. Dan eet ik wat ik wil, slaap als laatst van het gezin. Ik wil al veel groter zijn. Maar weet je wat? Klein zijn is toch ook best fijn? Ik ben klein en dat is fijn. Hoeft niet altijd groot te zijn. Kijk maar goed hoe ik glij. Dat doen alleen maar ik en jij. Op de fiets, dan doen we gek. Klim bij pap op zijn nek. En als ik groter word, pas ik niet meer in mijn fort. Mijn vrienden zijn ook klein, willen ook niet groter zijn. Ik ben klein en dat is fijn. Weet je wat? Ik hoef toch niet groot te zijn? Elke dag sterker. Doe voorzichtig, jongens. Het mandje is heel zwaar. Wow. Wow. Oh. Ik zal hem vanaf nu wel even in mijn eentje tillen. Dat is te zwaar voor jou, Caillou. Kom, laat mij maar even. Caillou wilde graag net zo groot en sterk zijn als zijn vader. Vogel! Waar gaan jullie naartoe? Hebben jullie dan geen honger? Nee, ik heb geen honger. Roosie, honger! Oh, nee, lieverd. Koeien eten gras, niet kleine Roosies. Boe! Mogen we in het klimrek spelen tot jullie klaar zijn met eten? Is goed, lieverd. Mag ik met jullie mee? Dan kunnen we aapjes na gaan doen. Caillou wilde niet meer zo klein zijn. Hij wilde graag groot en sterk zijn. Zal ik je tillen, aapje van me? Gelukt. Heel erg goed. Oh, wauw. Moet je zien. Kijk, Caillou. Een nieuw klimrek. Nog groter. Wauw. En jullie mogen hem als eerste uitproberen. Bedankt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De andere had er maar 4. Papa, mag ik eerst? Alsjeblieft. 1, 2, 3, 4. Heel erg goed, Caillou. Caillou vond het jammer dat hij het eind van het klimrek niet gehaald had. Nu wil ik een aapje zijn. 1, 2, 3, 4, 5. Goed gedaan, Leo. Mag ik nog een keer? Natuurlijk, jongen. 1, 2, 3, 4. Caillou wilde heel graag nog verder gaan. Maar zijn armen werden moe en deden zeer. En zijn handen konden het gewoon niet meer volhouden. Oh, ik kom maar tot nummer 4. Jij ging nog iets verder dan ik. 4 is heel goed. En 5 ook. Bij het andere klimrek zou dat al helemaal tot het einde zijn. Maar ik wil helemaal naar het einde slingeren van dit klimrek hier.
dan moet je eerst nog iets sterker worden. Maar hoe word ik dan sterker? Daar weet ik het antwoord wel op. Willen jullie dat ik het vertel? Ja! Om groot en sterk te worden, moet je eerst... Dat mag ik niet vertellen. Vertel het nou! Goed dan, ik vertel het wel bij het picknickkleedje. Het is tijd om te eten. Oké. Ja! Ja! Ga maar fladderen. 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 Hoi, mama. We gingen slingeren als aapjes. Oh, ik heb iets wat kleine aapjes heerlijk vinden. Klinkt als voedertijd in de dierentuin. Vertel dan, papa. Wat moet ik vertellen? Vertel ons wat we moeten doen, zodat we groot en sterk worden. Je wordt pas groot en sterk als je... Wacht eens. Jullie weten het al. Wie heeft dat jullie verteld? We weten het niet. Vertel nou. Om sterk te worden, moet je gezond voedsel eten. Zoals groenten en ook fruit. En ook boterhammen. En je moet gezonde dingen drinken, zoals sap en melk. Papa, al die dingen wist ik al. Het is ook goed om 's nachts heel lekker te slapen. En overdag juist heel veel te gaan bewegen. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon heel veel moet gaan spelen. Sterker worden is een makkie, want al die dingen vind ik superleuk. Ik ook. Ik word echt super, super sterk. Wie wil er nog een glaasje melk? Ik! Oh, ik ook alstublieft! Hoi, Caillou. Billy, mijn ketting ligt eraf. Wauw, je bent echt supersterk, Billy. Zo goed als nieuw. Dank je, Billy. Zo, Caillou, jij wordt al sterk, zeg. Echt waar? Vind je dat? Zeker. Vorig jaar was je nog veel te klein om dat te tillen. Echt waar? Hey papa, moet je zien. Ik word al veel sterker. Zie je? Caillou wist dat het heel lang zou duren voordat hij echt groot en sterk zou zijn. Maar hij zou nu elke dag een klein beetje sterker worden. Caillou gaat sleeën. Caillou was heel erg vrolijk deze ochtend. Hij kon niet wachten om naar de peuterschool te gaan. Jij hebt vandaag veel zin om naar school te gaan, Caillou. Vandaag gaan we op school sleeën. En moet je dan je eigen slee meenemen? Ja, ik wil mijn groene ruimterijder meenemen. Oh, Caillou, waarom vertel je me dit nu pas? We moeten al gaan. Weet je dan niet waar mijn slee ligt? Nee, niet precies, nee. We zijn dit jaar nog niet gaan sleeën, maar we gaan zoeken. En snel. Mama en Caillou keken in de kelder. En ze keken onder de trap. Ze keken zelfs op zolder. Maar ze konden de slee van Caillou echt nergens vinden. We zullen je slee vanavond wel vinden. Maar hoe moet dat vandaag dan? Het spijt me, Caillou, maar we moeten nu gaan. Misschien is er nog een extra slee voor je op school.
Caillou was verdrietig dat hij zijn slee nog niet had. Er zijn geen extra sleetjes, Caillou, maar ik weet zeker dat iemand zijn slee met je zal delen. Tot straks, Caillou. Probeer te lachen, lieverd. Het zal vast leuk worden. Dag, mama. Oh, wow. Kijk al die sneeuw. Wauw, zeg. Ik kan niet wachten om naar het park te gaan. Heb je je groene ruimterijder mee, Caillou? Nee, we konden hem niet vinden. Dan neem je die van mij. Gaan we om de beurt. Bedankt, Leo, maar ik wil zo graag mijn eigen slee. Komen jullie, jongens. Het is tijd om te lunchen. Ga je dat nog opeten, Jason? Ben je klaar met eten? Ja. Fijn. Wil je even met me meelopen? En, wat vind je? Het is gewoon een lege doos. Nu nog wel. Maar ik denk dat je er wel iets anders van kunt maken. Wat dan? Een echte slee. Een echte slee? Ja, sleetje rijden met een doos deden wij vroeger altijd. Sommigen gingen supersnel. Is het goed als ik hem een beetje ga versieren met kleurtjes? Wat een goed idee. Je vriendjes willen je vast wel helpen. Caillou deed heel erg zijn best op de versiering van zijn doos. Hij wilde dat hij er prachtig uit zou zien. Wil je dat je slee lijkt op een raceauto, Caillou? Nee, ik wil dat die lijkt op een bobslee die ik zag op tv. Groen betekent gaan. Helemaal klaar. Ik vind hem fantastisch. Ja, hij gaat vast wel 100 kilometer per uur. Zoom! Ik hoop het wel. Bedankt dat jullie me hebben geholpen. Wat? Ik weet niet precies waar meer verf op zit. Deze slee of jullie gezichtjes. Nu snel opruimen, jongens, want het is tijd om naar het park te gaan. Toen Caillou en zijn vriendjes in het park aankwamen, deden ze allerlei leuke spelletjes in de sneeuw. Wie heeft er zin om lekker te gaan sleeën? Ik! Kom mee, waar wacht je nog op, Caillou? Stel nou dat mijn slee niet kan sleeën. Juf Martin zei dat dat kon. Kom op, wie het eerst boven op de heuvel is. Is iedereen klaar? Ja, Caillou? Ik ben klaar. Klaar voor de start? En af! Kijk uit allemaal! Wow, jij ging het allerverste! Mag ik alsjeblieft ook een keertje op jouw slee, Caillou? Ik wil ook een keertje! Tuurlijk, we gaan allemaal om de beurt! Ja!
Caillou was trots op de slee die hij had gemaakt. En hij was blij dat hij groot genoeg was om hem met al zijn vrienden te delen. Caillou en de insecten. Het was een prachtige, rustige morgen bij Caillou thuis. Popja, popja. Totdat Gilbert besloot op avontuur te gaan. Er, Jakkie. Oh, dat is maar een spinnetje, lieverd. Spinnen zijn niet Jakkie, Rosie. Ik vind spinnen leuk, want ze hebben 8 poten. Bah. Rosie is niet zo dol op insecten. Maar Caillou wel. Hij wilde Rosie laten zien dat ze interessant en leuk zijn. Misschien zou zij ze daarna ook leuk vinden. Kom mee, Rosie. Ik teken alle insecten die je kent voor je. Misschien verander je dan van gedachten. Oh, wat een goed idee van je. Neem je tekenspullen maar mee naar buiten. Dan kunnen we picknicken. Oké, picknick, picknick. Kom mee, Gilbert. We gaan picknicken. Dank je. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Kijk, Rosie, ik heb een spin getekend. Vind je hem niet schattig? Jakkie, beestjes. Oeh, dat is ook een beestje. En hij is niet Jakkie. Dat is een lieve heersbeestje. Is hij niet prachtig? Lieve heersbeestje. Ik teken wel een lieve heersbeestje voor je, Rosie. Lieve heersbeestje. Wie heeft er al trek? Ikke! Ik! Dank je. Dank je. Gilbert kietelt me. Gilbert kietelt je niet. Hij zit daar op de tafel. Oeh, kijk eens. Rustig maar, Rosie. Dat zijn maar mieren. Die doen je niks. Caillou wist dat de mieren alleen op zoek waren naar eten. Zie je dat ze in een rijtje lopen, Rosie? Zo lopen wij ook altijd de school in na iedere pauze. Oh. Ze nemen het eten mee naar huis en delen het met alle andere mieren. Mama, de mieren gaan naar huis. Inderdaad, liefje. Mevrouw Martin las voor over mieren. Ze zei dat iedere mier een baantje heeft. Sommigen graven tunnels en anderen zorgen voor de kleintjes. Mooi. Wauw. Kijk.
Hier is nog een beestje, Rosie. Pluisbeestje. Dat noemen ze eigenlijk een rups. Hier. Oh, kijk, een rups. Rupsje, rupsje, kietelt. Wil je weten wat ik heb geleerd over rupsen? Ze gaan slapen en als ze wakker worden... worden het vlindertjes. Vlindertjes. Je houdt wel van vlindertjes, of niet, Rosie? Aha, Rosie houdt van vlindertjes. Caillou probeerde zich voor te stellen hoe het zou zijn om zo klein te zijn als een insect. Ah, dit ligt lekker. Hallo, mevrouw Lieveersbeestje. Hallo, mevrouw Mier. Mag ik ook een stukje appel hebben? Dank u. Rosie, waar ben je? Rosie, vliegen. Wow. Rosie, op een vlindertje. Hier, Rosie. Oeh, vlindertje. Kom op, jongens. Jullie hebben je eten nog niet op. Volgens mij vindt Rosie beestjes nu wel leuk. Mooi. Bedankt dat je ons les gaf over insecten, Caillou. Wat weet je er veel over, zeg? Caillou was trots op wat hij geleerd had op school. En hij was blij dat hij zijn zusje kon vertellen over allerlei beestjes. Lieve, lieve rups. Kijk, Gilbert. Gilbert, bange poes. Volgens mij is Gilbert niet zo dol op beestjes, Rosie. Niet zoals wij. Gekke Gilbert. Gilbert.